Hallo mensen van VGV, welkom bij de nieuwe Five Nights at Freddy's aflevering. We gaan er nog 2 proberen te halen en ik heb nu een surround sound headset. Mijn vorige niet, die ligt hierboven, die was een beetje scare. Nu heb ik een surround sound, dus nu zou het een stuk beter moeten gaan. Ik heb ook de shit een beetje anders aangepast. OBS staat hier, dus ik wijs hierna. Ook al is hier nu oranje shit, ik kan daar allemaal devs en zo op gaan schrijven of zoiets. Ik weet niet of ik dat ga doen. Maar nu ziet de resolutie er tenminste wat beter uit. Dus ik heb het zo gedaan, oké. 12 am. Oké. Kijk, ik ben een beetje bang. Ik hoor nog geen geadem. Ik hoorde hem! Ik hoorde hem! Ik dacht dat het voetstappen waren. Shit! Oké. Oké. Ik denk dat het toch wel goed gaat, tenminste. Het ziet er nog goed uit. Oké, er is nog niemand. Even achter ons kijken. Mini Freddy's. I don't want you. Oké. Freddy's. Oké, niks. Ik weet nog niet hoe Foxy werkt. Want Foxy kan dus in de kast komen te zitten. Alleen ik heb geen idee. Of ik weet hoe hij er zit. Oké, 1 am. Oh, wat was dat? Er stond iets. Er stond er achter iets op het bed en ik weet niet wat dat is. Ja, dat is sowieso iets. Ja. Wacht. Oké, ik dacht dat de kast meer open stond ofzo. Dat zag er heel gek uit. Oh, ja. Sowieso. Oké. Freddy's. En meteen aan links. Oké, niks. Volgens mij hoorde ik iets. Oh, ja. Sowieso. Nee! Ik hoorde iemand ademen, ik zweer. Ik hoorde hem ademen, was hij niet weg? Wat is dit? Ik haat mijn leven. Ik haat mijn leven echt. Ik wil niet meer. Wat was dat? Ik hoorde hem ademen. Ik deed de deur dicht. Ik deed het licht aan en toen jumpscared hij me weer. Dat hoort niet te kunnen. Ze hoorden weg te gaan als je de deur dicht doet. Maar hij was er nog. Oh, chica. Oh, dat was een mini Freddy. Chica, weg jij. Ik zag je wel.
Freddy's, yep. Die chica, ze wil de hele tijd weggaan. De hele tijd om het hoekje staat ze. Oké, chica is weg. 1 a.m. Oké, mini Freddy weg. Nee! Ik hoorde hem lopen. Ik weet wat het is, ik hoorde hem lopen. Ik deed de deur dicht, had ik niet moeten doen. Ik dacht dat hij erachter stond. En ik deed hem open, dus toen jumpscared hij me. Dat was mijn schuld. Ik moet echt beter luisteren en wat langer. Dat te kunnen weten. Ik weet niet waarom ik deze game speel. Ik kan echt totaal niet tegen horror, maar alsnog speel ik het. Yep, Bonnie. Oh, mini Freddy, weg jij. Het is echt heel moeilijk om ze te horen ademen. Soms kan je het heel goed horen. Maar de ene keer dat ik dacht dat ze er echt waren, werd ik alsnog gejumpscared. Ik heb nog 5 uur. Nog niks van Foxy gehoord. Of hoe ik weet ook niet hoe we kunnen zien dat hij er is. Dus dat wordt een beetje een probleem. Misschien. Ik dacht dat de kast dus verder open ging. Maar dat weet ik niet zeker. Mini Freddy. Even op de neus piepen. Oh, weg jij Bonnie. Oké, 2 a.m. We kunnen dit, ik geloof in mezelf. Als jullie nou ook in me geloven, gaat het vast een stuk beter. Oh, mini Freddy. Oh, wat was dat? Was dat... Wat? Ik hoorde iets heel geks. Oh ja, dat is Bonnie. Oké. Dit moet run worden die het gaat worden. Nog 4 a.m. We kunnen dit. Ik heb een leven nog, dat is een goed teken. Wat? Dat was geen geluid van de game, dat weet ik vrij zeker. Oh, dat was Bonnie, maar ik zag een lichtfles. Ik weet niet wat die lichtfles is. Oh, er was een mini Freddy. Even bij Bonnie checken. Wat was die lichtflits? Ik weet het niet. Ik ben bang. Nee! Nee, nog 3 a.m. en we gingen dood. Hoe kan dat? Smerige chica. Ik hoorde er niet. Ik hoorde er niet ademen. Bonnie kan je heel goed horen, maar chica niet. Weet je wat, ik ben een jumpscare zat. Ik ga deze aflevering afsluiten. Want ik ben nog zo vaak gejumpscared. De meeste dingen zijn geen eens op camera. Maar ik ben mijn microfoon gemuut ook. Maar bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie weten wat gekke geluiden, of het licht flikkeren is, laat het weten. Want dan kan ik de game blijkbaar beter spelen. Tenminste, dat denk ik. Dus bedankt voor het kijken. Ik begin een beetje te boeren. En hopen dat we aflevering 3 nacht 2 halen. Doei. Welkom bij...